Ik heb de aandacht. Ik wil iedereen welkom heten op het jaarlijks Rick en Toep concours waar de koningen gekroond worden. We hebben het een aantal jaren niet kunnen doen. Dat was corona, maar dat gaan we dit jaar inhalen. Ik heb een korte inleiding. Eerst de consumpties in het begin zijn voor rekening van het gilde. We gaan daarna ook nog wat bitterballen komen rond, ook voor een van het gilde. Maar de rest van de drank is voor jullie rekening. Dan Rikke, ja, dat is altijd. We moeten per se met 5 tafels en dus met 20 man zijn. Het is altijd spannend of iedereen die zich heeft opgegeven ook komt. En inmiddels heb ik nu met een paar verschuivingen 20 Rikkers. Dus we kunnen met Rikke gaan beginnen. Dat is goed nieuws. De organisatie is van Joris. En als jullie van het Joris Gilde iets meer willen weten, dan zou ik zeggen, kijk naar de site van sint-joris-schilderassen.nl. Vanavond de wedstrijdleiders. Eerst Robert Bankers daar. Die daar aan de bar. En die doet toepen. En je ziet ook dat hij ontzettend graag veel van schieten houdt. Ik ben Jan Gondry. Ik doe het rekken. Ik ga de rekregels uitleggen. En dan wil ik vragen of de toepers allemaal naar die kant, naar Robert Bankers toe gaan. En dat de rekkers hier komen zitten. Spelregels voor de Bond voor Ouderen gekopieerd. Daar zit Joris Gilde boven gezet. En die gaan we gebruiken. En waarom? Omdat ik weet dat binnen iedere familie en iedere straat de rekregels anders zijn. En dat maakt het soms lastig. Er is net wel een slimme opmerking gemaakt bij Troela. Dat daar de regels niet helemaal eenduidig zijn. Dus besluit ik nu dat als je Troela bekend maakt, dat de Troela's troef maken. Dus daarmee is dat euvel is duidelijk. Ook met ervaring van volgend jaar, we spelen 3 rondes. 3 rondes aan 45 minuten met 10 spellen op 5 tafels. Als je begint te ouwehoeren en dus alsnog een breed maatschappelijke discussie over de spelregels gaat toepassen, dat je niet aan die 45 minuten komt. En als ik na 5 minuten ga bellen, 1 man aan tafel schrijft en eentje deelt. En dat schrijven en delen, dat kan door elkaar heen. Ik heb dus een mapje op iedere tafel klaargelegd. In dat mapje zit een pen, een stok, het loopbriefje. En ik heb daar ook voor de eerste ronde het scoringsbriefje heb ik daar ingezet. Dus ik zou zeggen, neem jullie plaats in, begin te delen en begin te rekken. Ja, we gaan hier toepen vanavond. Ja, iedereen kent de spelregels wel eens een beetje, maar we doen 9 armoede. 10 is eraf. Na elke ronde doen we opnieuw de kaarten schudden. En dan krijgen we nieuwe tafeltjes. Dus ja, zo simpel is het. Dus we kunnen gewoon beginnen. Sjoertje, wat een gezelligheid hier. Wat is hier nu gaande? We zijn nu momenteel bezig met het jaarlijkse Rick en Toep concours van het Gilde. En de hoeveelste editie is dit al? Dit is op het moment de 6e editie, want we hebben een paar keer tussenpauzejaar gehad vanwege de corona helaas. En gaat het hier om de grote prijzen van geld? Of? Nee, we gaan hier lekker voor de lekkere prijzen vooral. Met een wijntje en een biertje en een worstje. Daar gaan we voor toepen en rekken. Is er gepeld of de mensen daar tevreden mee zijn met deze prijzen? Ja, zeker. Dat is een leuke prijs voor iedereen. Want ik heb altijd een beetje het gevoel, kaarten gaat om geld. En als het om geld gaat. Maar hier is gezelligheid troef. Ja, wij gaan hier echt voor de gezelligheid, Rick en Toepen. Hoeveel mensen hebben zich aangemeld? Nou, wel de 20 Rikkers en we hebben 14 Toepers. En is het ook een vrouwensport? Want ik zie ook hier en daar een dame erbij. Absoluut niet alleen vrouwensport. Er zijn vrouwen en mannen gelukkig hier. Is het eigenlijk een beetje ontstaan uit het café? Om zo lang mogelijk in het café te blijven? Of, Nee, het is eigenlijk ontstaan om samen te zijn. Gewoon echt iets leuks te doen met de familie en de vrienden en de omgeving van het Sint-Joris Gilde. En is hier nog een onafhankelijke jury die rondloopt? Of er wel eerlijk wordt gespeeld? Ja, zeker. We hebben Jan Gondry en Robert Bankers die doen ons nauw in het oog houden. Nou, in ieder geval dan wens ik Sjoertje heel veel plezier met het concours. En wie weet dat ik volgend jaar meedoe. Als ik de kriebels krijg, dat ik wil meegaan daar te doen. Kijk, dan ben je in ieder geval van harte welkom. Oké. Okay. Dankjewel. Bedankt. Jan, is het hier ook wie schrijft, die blijft?
Tot nu toe is dat niet zo geweldig. Nee, want ik zie je zo aandachtig schrijven. Een beetje in je eigen voordeel, mag dat of hoeft dat niet? Dat zal niet meer lukken, nee. En waarom heb je Jan uitgekozen als schrijver? Ja, deze regels ken ik wel een beetje. Ja, dit is gewoon officieel volgens de reglementen. Volgens de reglementen, ja. Van Jan? Nee, van de KBO eigenlijk. Aha, KBO. Ja. Dus KBO zit hier ook met de wortels binnen? Kan ik wel zeggen, ja. Ja? Daar ben ik zelf ook bij. Ja, daar hebben we jou wel eens ooit gezien. Daarom is het ook dat we jou graag voor de camera hebben. Dan weet je tenminste dat we een leuk en gezellig gezicht erbij hebben. Ja, dat is wel, ja. Is het de eerste keer dat je meedoet met het rikken hier, hè? Volgens mij is het al de vijfde keer of zo. Maar ik heb nog nooit gewonnen. Oh. Nee. Dan is het schrijven inderdaad wel eerlijk, hè? Anders zou het inderdaad het voordeel zijn geschreven. Jan, heel leuk dat je even ons te woord wilde staan. Graag gedaan. Ik ga je niet verder storen, want je tafelgenoten zitten te popelen om te gaan verder. Oké, dankjewel. Wilma is hier de persoon die zorg draagt voor de prijzen. Dat het eerlijk verdeeld gaat worden, of hoe moet ik het hier zien? Nou, hier staan verschillende prijzen met mooie kronen en een wisselbeker. En dan gaat het natuurlijk over wie wordt de Assense Toepkoning en de Assense Rikkoning. Maar zeker gaan we voor de Assense Rikkoningin en Toepkoningin. En de prijzen die erbij horen, die staan hier ook allemaal opgesteld. En die zien er heel erg leuk en lekker uit. Die zijn geschonken of gesponsord door een bedrijf? Of, Nou, ik denk dat ze gekocht zijn. Toch wel gekocht in dit geval? Denk het wel, ja. Nou is bij de politie, die pet past ons allemaal. Die kroon, past die ons ook allemaal? Natuurlijk. Kijk, er zit zelfs een rand in, dus dat hij niet pijn doet. En je kunt hem opzetten en dan past hij iedereen. Pas hem eens eventjes, kijk of het wel staat. Ik ga hem niet opzetten. Nee, dat is niks voor mij, want ik rik en ik toep niet. Dus dat is niet netjes als ik hem op zou zetten. Nee, oké. Okay. Dan zou je de sieren mee lopen, terwijl iemand anders het verdiend had, hè? Ik ben alleen hier voor de gezelligheid en om mee te regelen een beetje. Maar ik ben zeker geen toepkoning of rikkoningin. Maar als je dat zo ziet, die gezelligheid, een beetje geklets, denk je dan toch niet van volgend jaar zit ik ook aan de tafel? Nee hoor, nee. Nee, is niet voor mij. Ik heb andere kwaliteiten, zeg ik altijd. Oké. Nou Wilma, ik ga je niet verder storen, want je bent ook een gastdame hier een beetje dan. Nou ja, een beetje. En de mensen wenken alweer voor een borreltje. Ja. Even kijken, dan moet je even kijken. Nee, eraf nou. 3, dus 9-9, hè? Henk is 9, 9. Een beetje eerlijk hier. We proberen het zo eerlijk mogelijk te houden. Hey? Dat is wel de bedoeling tenminste. We houden elkaar in de gaten, hè? Dat nergens op lijkt hoor. Ik probeer hier beschreven wel eens wat te voetelen, maar dat lukt niet. Ze kijken er allemaal naar. Ik heb altijd geleerd in het café, wie het meest oneerlijk was, had de prijs altijd. Aha, nee, die schrijft die blijft. Je hebt het verkeerd begrepen. Dat had ik net ook in de gaten bij Jan. Bij Jan die was de eerlijkheid hemzelf. En hij zei, nee, ik heb het nooit gewonnen. En hij heeft altijd geschreven. Oh, aha. De kansen zijn nou daar, omdat jij toch gaat schrijven. En jij houdt de stelling in ere van wie schrijft blijft. Ik was er al de tweede af. Ik zie dat het wel heel gezellig toe gaat. En ik voel me wel geroepen om direct precies aan te sluiten. Okidoo. Nico, jouw smile is een beetje weg, hè? Ja, jongen, het is gewoon verschrikkelijk. Er worden zulke slechte kaarten afgegeven. Je houdt de gever allemaal voor zichzelf. Ja, dus, maar zo kunnen niet rikken, hè, Harry? Dat is toch niks zo, hè? Zou het daar kunnen liggen? Verkeerde tafel? Nee, weet je, het zijn keigezellige mensen, dus we hebben schik genoeg. Maar rikken, dat kunnen met deze kaarten niet. Of is het toch iemand die een beetje vals aan het spelen is hier aan de tafel? Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof veel, maar nee, dat is niet het geval. Ik wens je toch alle geluk toe, want de avond is nog jong, hè? En we nemen dadelijk een lekker pilsje en dan komt het helemaal goed vanavond. Prima, hou het op. Ja. Henk, mag ik jou feliciteren met de nieuwe hoofdman van het gil hier? Jazeker, dankjewel Rob. Waarom is die drijfveer weer teruggekomen? Want die was vroeger ook gildenbroeder, heb ik begrepen. Ik ben vroeger inderdaad gildenbroeder geweest. Ik ben een tijdje uit de running geweest. Maar nu weer terug aan het front. En dan wel in een nieuwe functie als hoofdman. En daar ben ik zeer vereerd mee.
Nou lijkt het wel een beetje smet op de Wolfsberg, want er zijn op de Wolfsberg heel veel gildebroeders, waaronder andere ik ook. Nou, of het nou smet is, dat weet ik niet, dat mag je zo niet zeggen. Ik denk dat het een eer voor de Wolfsberg is dat er zoveel mensen inderdaad gildebroeder of een andere functie aanwezig zijn bij het gilde. Ja, ik wist zo meteen 1, 2, 3 ook niet het juiste woord, daarom gebruik ik het woord smet, maar ze snappen wel natuurlijk wat de bedoeling is. Ja, ik snap wat de bedoeling is, Rob, maar ik bedoel, smet is toch een negatieve klank, ja, denk ik dan. En het moet een eer zijn in het geheel. Dus ik wil dan zeggen gewoon, Wolfsberg heeft de eer om zoveel gildebroeders in ieder geval in de gelederen te hebben. Jullie hebben een druk programma weer, want ja, het gildejaar is weer begonnen. Het gildejaar is inderdaad weer begonnen. Dus we hebben in de maanden die komen gaan in ieder geval een druk programma met verschillende activiteiten. Dus ik zou zeggen, iedereen die geïnteresseerd is in het gilde, om daar vooral inderdaad de publicaties op te letten. En daar waar kan, of te komen kijken of deel te nemen aan een of andere activiteit. Want er is eigenlijk voor iedereen wat wils, hè? Dat is voor iedereen wat wils. En we staan hier vanavond bij het Rik en Toekoekoers van het gilde. En je ziet wel, als je een impressie maakt, in ieder geval goed bezorgd is in dit geval. Dus ook bij andere activiteiten zijn iedereen, ook niet gildebroeders en zusters, in ieder geval van harte welkom om eens een keer kennis te maken met het gilde. Dus voor ons is het dan ook een stukje promotie. Ja, want inderdaad, Toepen Rikken is niet per definitie voor het gildebroederschap. Maar het is voor de verbinding, neem ik aan. Het is voor de verbinding. Het gaat niet zozeer om de broederschap dan, of zusterschap in dit geval. Maar gewoon om gezellig bij elkaar ook een keer een ontspannen sfeer. In ieder geval een keer te kunnen toepen of rikken. Ik hoor wat promotionele woorden. Met andere woorden, het gilde kan nog wel gildebroeders, zeker zusters gebruiken. Wij kunnen altijd gildebroeders en gildezusters gebruiken. En ik kan alleen maar zeggen, als je deze ontspannen activiteit ziet, en er zijn meerdere ontspannen activiteiten, dan zeg ik van iedereen is welkom binnen het gilde. En we zoeken inderdaad nog in diverse geledingen nog versterking. Daar zijn wij als vereniging denk ik niet het enigste. Maar ik zou zeggen van iedereen die enigszins geïnteresseerd is, kom kijken en doe in meerdere gevallen doe gewoon mee. Henk, ik denk dat de boodschap heel duidelijk is. Ja, hoop ik wel. Ik hoop dat er een massale aanmelding gaat komen. Ja. Want dan krijg ik ook weer vriendjes en vriendinnetjes bij. Ja, in ieder geval, hè, je maakt er zelf inderdaad ook op mee. Je zit ook zelf in een commissie, de schietcommissie. Dus als iemand nog eens een keer zijn oude vaardigheden of nieuwe vaardigheden wil leren met schieten, dan zijn ze natuurlijk ook bij jou van harte welkom. Oké. Henk, nogmaals bedankt. Ja, graag gedaan, Rob.